Wat denk je wat die Engelse trainer gaat veranderen? Niets. Niets. Nee. Mm. En dat is het leuke ervan. Want hij wint. Normaal gesproken moet je dat hele elftal op de schop gooien. Ja. En moet je Foden links buiten gaan zetten. Dat doet hij bij Manchester City ook. Moet je Bellingham iets meer naar achteren gaan zetten. Maar zowel Foden als Bellingham, als Bellingham de bal krijgt bij Madrid, heeft hij 5 spelers daar. Ja, nu heeft hij niemand. 1. Ja, Kane. Kane. 1. En die functioneert niet. Het is, die Engelsen zijn werken. Ik heb nog nooit. Sinds 1930 is er nooit meer een slechtere EK-wedstrijd geweest. Dan die van Engeland tegen Zwitserland. Maar heb je die analisten gezien bij de BBC in de pauze? Ja, maar die zijn die vonden het prima. Ja, maar die zijn niet goed. Goede eerste helft. Ja, maar die zijn niet goed. Die drinken ook, hoor. Tijdens de wedstrijd. Snuif ook erbij. Ja. Linneke. Ja, die snuift al jaren, joh. Maar weet je, maar het erge is... Je staat weer ergens in de media morgen aan. Ja, het erge is, weet je wel, dat is het leuke. Hij gaat dus niets veranderen. Nee. Dat weet je. Hij blijft zo spelen. En het leuke van Koeman heeft eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. Kijk, we zitten nu al 3 weken naar Depay te kijken. Ja, dat is niet geweldig. Zet je daar Zierikzee neer, bij wijze van spreken. Die zou ook niet goed zijn, maar slechter als Depay is die niet. Nee. Dus dat maakt bij ons ook niet uit. Alleen Koeman gaat het ook niet doen. Koeman gaat ook niets veranderen. Ik raad alleen Koeman wel 1 ding aan. En dat is die Van de Ven op de jongen van Arsenal zetten. Ja, die gewoon wel in de basis zetten. Nee, die moet hij gewoon tegen die... Die is van jou. Ja. En die Ake dan? Ja. Die gaat eraan die avond. Hè? Waar moet Ake dan staan? Die jongen. Dus 5 verdedigers. Nee, lieverd. Die jongen van Arsenal speelt tegenwoordig rechtsback bij de Engelsen. Ja. Die speelt rechtsback. Oh, maar waar zet je Van de Ven hier dan? Nou ja, die zet je dan een beetje links neer. En dan zet je die Ake en Van Dijk gewoon. Maar wie haal je eruit plek dan? Wie haal je eruit? Dan zou ik. Reinders. Nee, zou ik Ake eruit halen? Ja. Zou ik Ake eruit halen en dan inderdaad de Vrij en Van Dijk. Maar ik zou wel Van de Ven op de beste speler van Engeland zetten. Maar hoe ga je die anderen verdedigen? Want je moet de Zonne gaan verdedigen. Want ja. die Bellingham en die Foden lopen de hele wedstrijd over het hele veld heen te rennen. Daar kan je niet. Je kan niet de Vrij op Bellingham zetten. Dat kan niet. Dan loopt hij bijna dadelijk op de 16 van de tegenpartij. Maar die Engelse trainer heeft nog het grootste probleem, denk ik.